Mensen vragen zich wel af of je fysiek onverklaarbare klachten hebt. En eigenlijk is dat niet zo. Alle lichamelijke klachten zijn te verklaren. Alleen het is voor artsen en patiënten wel eens moeilijk om te doorgronden hoe het dan te verklaren is. En ook wat je eraan kan doen. En daar doen wij veel onderzoek naar. Hoe je dat kunt aanpakken, hoe je dat kunt behandelen. En eigenlijk blijkt dat uiteindelijk klachten altijd wel te verklaren zijn. Ofwel er is toch een lichamelijke oorzaak. Of er is een psychische oorzaak of stress. Meestal is dat dan stress. En bij stress heb je als kenmerk dat je vaak zelf niet meteen in de gaten hebt dat je gestrest bent. Dus daar gaat een periode overheen. En dat is heel belangrijk. Hoe ga je daarmee om? Als patiënt en als dokter. En we hebben een centrum voor lichaam, geest en gezondheid waarin we veel dat soort behandelingen doen. En ook heel veel overleg hebben met de verwijzers. Want het is vaak ook zo dat de communicatie tussen verwijzers onderling, tussen de verschillende artsen die met zo iemand te maken hebben, en de patiënt, ja, dat die beter kan. En dat hoeft niet per se aan de arts of de patiënt te liggen, maar het zijn heel complexe gevallen meestal. Meestal als iemand het niet zelf zich realiseert dat de klachten stressgerelateerd zijn, dan is daar een reden voor. Dan is het bijvoorbeeld zo dat het ook lichamelijk verklaarbare klachten zijn, maar dat er ook nog stress bij komt. En nou, dat is niet zo makkelijk te onderscheiden. Moet je als het ware ontrafelen. We hebben dan in een grote database gekeken naar of mensen echt psychische klachten ook kregen daardoor, door die lichamelijke klachten. En dan blijkt inderdaad dat dat het meeste voorkomt bij die combinatie van lichamelijk verklaarde en nog, ik noem het dan maar even, nog onverklaarde klachten. Kennelijk belast dat mensen heel erg en dat is ook wel geassocieerd met meer depressie en angstklachten. Ik denk dat dat men een fout heeft gemaakt heel lang door te zeggen je moet blijven zoeken en je kan pas iets gaan doen als je weet hoe het zit. En dat vind ik echt een fundamentele fout, want wij krijgen heel veel mensen in ons centrum verwezen die dus echt al jaren allemaal artsen hebben bezocht op zoek naar een oorzaak. Omdat die dan nog niet bekend was, is er ook niet behandeld of begeleid en die mensen gaan daar erg onder gebukt. Dus mijn filosofie is, en dat werken we ook uit, dat onderzoeken we ook, hoe dat het beste kan, is dat je het tegelijk moet doen. Dus je kunt wel blijven zoeken naar oorzaken als je toch denkt, nou, maak me toch zorgen, hè? Maar je moet intussen wel begeleiding krijgen, want het is gewoon belastend. Dat is eigenlijk de behandelfilosofie die we aanhangen en die we ook evalueren in behandelonderzoek. Je gaat er ook op in je boek Het Stressbeeld. Is er een duidelijke reden, bijvoorbeeld werk of relaties, waardoor die stress ontstaat? Ja, meestal is de reden eigenlijk wel duidelijk. Alleen iemand realiseert het zich niet op het moment zelf. Maar als je in de tijd nagaat van wanneer is het nu begonnen, dan is er eigenlijk altijd wel een aanleiding of iets wat zich heeft voorgedaan. Alleen beseffen mensen niet altijd hoe gestrest ze zijn door iets. Ze weten heus wel, er is bijvoorbeeld iets gebeurd op mijn werk. Maar of ze moeten bijvoorbeeld heel hard werken een poosje, maar dan ben je daar zo mee bezig dat je als het ware daar niet meer bij stilstaat. En dat is eigenlijk een kenmerk van stress. Dus het is helemaal niet vreemd dat je daar even wat gesprekken voor nodig hebt met iemand om te denken, tja, dat kan het dus toch wel zijn. En in mijn boek geef ik inderdaad aan wat zijn nou die mechanismes van stress. De lichamelijke aspecten, want die zijn heel uitgesproken. We reageren lichamelijk heel sterk op stress. En wat heeft dat voor psychische consequenties? En eigenlijk bestaat het boek uit twee delen. Het ene deel leg ik dat uit, hoe men daar de afgelopen jaren over heeft gedacht en onderzoek naar heeft gedaan en wat daaruit is gekomen. En in het tweede deel vertel ik wat kun je eraan doen. Hoe kun je zorgen dat je het zelf beter herkent en wat voor soort behandelingen heb je ervoor.